Hey, hey, welkom bij een nieuwe video van Eagle Urbex. We zijn aangekomen bij een nieuwe verlaten locatie. Hier, die loods achter mij, die zou volstaan met ziekenwagens en ambulances. Naar het schijnt van andere Urbexers gehoord dat er wel heel wat schade zou zijn aan deze voertuigen. Dus we gaan eens binnenkijken en hopelijk kunnen we nog leuke beelden maken binnen. Dus geef alvast een like hier beneden op de video om de video verdeeld te krijgen via YouTube. En dan zie ik jullie dadelijk binnen. We hebben ze eindelijk gevonden. Dat is eigenlijk wel spijtig van die vandalisme aan. Godverdikke. Dag. Zal jij dan nu bovenop? Je bent zot. Zou dat hier, dit zijn die generator wat zijn brand hebben willen steken? Eerst dat wel nog een brandkaren. Eerst op elkaar uit, de stoelen zijn er wel nog, de kastjes ook nog. Dus hier werd de brand daar opgerold. Daar zat dan op die stoel de verpleegkundige. Zelfs nog redelijk modern, een moderne radio, dus het zijn nog geen, op zich geen oude wagens. Of we kunnen instappen. Dat is vrij hoog. Hupsa. Ja. Ook helemaal vernield. Zo ooit uitgeklopt. Echt zo stoor. Die vandalisme, ik word daar zo kwaad van. Nee, bijna, ja. Hier en daar nog een zijruit, maar. Je bent hier tegenop gekropen of wat? Ja, mama. Hierboven. Het is nog steeds niet zo. En perfect ziet van. Dat is zot, ja. I know. Ik heb het van de beste geleerd. Hè. Kijk, gewoon die band op die vooruit gegooid. Gewoon vernielen om te kunnen vernielen. Allee, ja. Ziet? Ja, maar eigenlijk. Echt waar. Mensen hebben daar soms veel aan, maar. Dat is gewoon schande. Hier zijn de kastjes zelfs nog ingericht in deze ambulance.
daar ook. Daar is de bekleding van de deur getrokken. En op zich zijn dat nog niet echt oude, heel oude voertuigen. Hè? Bediening, lichten, sirene denk ik. Hier hangt zelfs de GPS nog in. Die hebben ze dan wel nog heel gelaten. Flex on, neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, old squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the dat is een ferm maatje, 4x4. Gewoon allemaal opzettelijk vernield. Schande, schande, schande. Hier ligt zelfs een handtas in deze. Ik heb de zetel omlaag gedaan. Oh, hier kunnen vier mensen zitten. 1, 2, 3, 4. Nice. Zo best rot van binnen, hè, zo'n brandweerauto. Er kunnen vier mensen in zitten hier van achter. Oh, dat is een automaat geweest. Daar de bediening van de sirene en de zwaailichten dan denk ik. Ja.
En hier hebben we dan van die dwaze idioten proberen om brand te stichten. Hè. Terug buiten uit de locatie. Dat was dus heel veel schade aan de wagens, heel veel vandalisme. Dus wat wel eigenlijk wel spijtig, maar toch was wel een leuke locatie. Mooie beelden, mooie foto's kunnen maken. Vonden jullie dit een leuke video? Geef dan echt zeker een like op deze video. En als de eerste keer dat je mij ziet op YouTube, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Laters.